Goedenavond allemaal en heel hartelijk welkom bij deze Kleveringa-bijeenkomst vanuit Amersfoort en Utrecht en meer in het bijzonder hier vanuit het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. Deze hybride bijeenkomst. Allereerst ontzettend welkom aan jullie hier in de zaal. Wat leuk dat jullie de weg hier naar Bilthoven hebben gevonden en hier aanwezig zijn. En ook een heel hartelijk welkom aan jullie die meekijken via onze livestream vanavond tijdens deze Kleveringa-bijeenkomst. Met als thema conflictnarratieven en roofkunst in internationale context. Nou, dat belooft wat, dames en heren. Ik ben Stefan Weijers, jullie gespreksleider vanavond. En we gaan het beste uit twee werelden dus combineren. Live mensen hier aanwezig, hartstikke leuk. En ook jullie via de livestream. We willen het zo interactief mogelijk doen vanavond. Dus stel vooral je vragen, dat kan dadelijk allemaal. En jullie die meekijken via de livestream, gebruik in YouTube de chatfunctie rechts onderin om je vragen te stellen. Komen ze hier binnen bij Frederik en Ingrid. En die gaan dat aan de sprekers dadelijk voorleggen. En wat ook bijzonder is vanavond, dat de technici die je daarachter ziet, die zien jullie op de livestream wat minder goed, dat zijn allemaal oud-leerlingen hier van het Nieuwe Lyceum. Namelijk Fabian Luiks en zijn team. Nou, dat is eigenlijk een thuiswedstrijd. Ja, dan mag je voor applaudisseren. Hey, en dan stel ik me voor dat jullie allemaal, ik geef even handen omhoog, jullie zijn allemaal alumni van de mooie Alma Mater in Leiden, klopt dat? Ja, en sommigen zijn heel bescheiden, die steken hun handen even niet op, hartstikke goed. Zijn er ook nog mensen die hier op het Nieuwe Lyceum, leerling zijn geweest? Wel leerlingen hadden. Nou, er zijn ook een aantal handen die omhoog, hartstikke leuk. Ook leuk om dit gebouw weer helemaal anders te zien. Als eerste, dames en heren, geef ik nu heel graag het woord aan niemand minder dan Daan ter Braak. Hij is lid van het dagelijks bestuur van het Leids Universiteitsfonds. Voor een openingswoord, alsjeblieft Daan. Dankjewel, Stefan. Dames en heren, wat bijzonder, wat mooi om hier zo dicht bij huis en zo ver van Alma Mater zoveel Leids alumni te zien. Dat doet mij deugd. Als gezegd, ik ben lid van het dagelijks bestuur van het LUF. En in die hoedanigheid wil ik hier even het woord tot u richten. Want in deze uitdagende tijden, zowel geopolitiek als in de energietransitie en de verduurzaming, zien we gewoon dat de universiteit een hele belangrijke rol speelt. Dat gaan we vanavond ook weer horen. Dat de wetenschap een enorme belangrijke rol speelt in onze maatschappij. En ik wil u ook daarom ook vanaf deze plek vragen om aandacht te hebben voor het feit dat het LUF heel veel onderzoek mogelijk maakt bij de universiteit. En dat daar waar de universiteit steeds minder middelen heeft, steeds meer ook behoefte heeft aan het LUF om belangrijk onderzoek te steunen. Dus mocht u daar vragen over hebben, mocht u daaraan bij willen dragen, wat wij natuurlijk van harte hopen, dan schiet mij of Heltje straks na afloop van deze bijeenkomst daar aan. En dan kunnen we graag met u van gedachten wisselen over wat daar mogelijkheden zullen zijn. Maar mijn voorzitter zal dat ook nog zal er iets over zeggen in een filmpje. Inderdaad. Dank u wel. Dank je wel, Daan. Daan ter Braak, dagelijks bestuur van het Leids Universiteitsfonds. Met ook een oproep van geef gul, dames en heren, als dat kan. We gaan naar een filmpje kijken wat in een vogelvlucht aangeeft wat een Kleveringa-bijeenkomst is en waar we hiervoor zijn vanavond. Het filmpje komt er nu aan, Fabian. Welkom, alumni en vrienden van de universiteit, bij de Kleveringa-bijeenkomsten 2022. Op tientallen locaties in heel de wereld staan we samen stil bij de moedige protestreden van professor Rudolf Kleveringa. Ruim 80 jaar geleden stond hij in het academiegebouw voor een overvol groot auditorium. Daar sprak hij zijn afschuw uit over het ontslag van zijn Joodse collega's. Professor Kleveringa was een groot en onafhankelijk denker die stond voor een betere wereld. Een betere wereld waar ook wetenschappers vandaag de dag hard aan werken. Zo is onderzoeker Michiel Veldhuis gefascineerd door de interactie tussen mens en natuur. Hij is als ecoloog verbonden aan het interdisciplinaire programma Livable Planet en onderzoekt op de Afrikaanse savanne de invloed van wereldwijde klimaatverandering.
Het is november en ik sta hier zonder jas. Het is boven de 20 graden en de klimaatverandering eigenlijk. En in Nederland heeft dat soms best wel zijn voordelen. Wij vinden het wel lekker warm. Maar op andere plekken in de wereld kan het echt desastreus zijn. Nou, ik houd mij bezig met hoe we de economische situatie van mensen kunnen verbeteren. Aan de ene kant, zonder dat dat ten koste gaat van de leefomgeving. En ik doe dus onderzoek op Afrikaanse savannes, hoe mensen daar een duurzame ontwikkeling kunnen doormaken. In Nederland zijn we enorm bezig met de stikstofcrisis en wat een complex vraagstuk dat is. Maar over het algemeen is duurzame ontwikkeling in Afrika bijvoorbeeld veel complexer. Omdat mensen daar veel minder geld hebben. De bevolking groeit enorm hard. In Tanzania is de afgelopen 50 jaar de bevolking vervijfvoudigd. Klimaatverandering dat heeft een veel groter effect in Afrika. Met droogte, mislukte oogsten en dat soort dingen. In Leiden is er een enorme concentratie van milieuwetenschappers. En dat betekent dat ik omringd ben door mensen met allerlei verschillende expertises. Van GPS-zenders, cameravallen, satellietbeelden, moleculaire methodes. En juist die combinatie van al die verschillende dingen, dat leidt tot een beter begrip van ecosystemen en biodiversiteit. Ik ben ervan overtuigd dat we de leefomstandigheden van mensen duurzaam kunnen verbeteren. Zonder dat dat ten koste gaat van bijzondere flora en fauna. Maar er is nog enorm veel werk aan de winkel. En de toekomst daarvan ligt denk ik in de samenwerking met lokale mensen. Een van mijn kerntaken als onderzoeker is het overdragen van kennis. En het opleiden van studenten en onderzoekers uit Afrika is daarbij de sleutel tot succes. Talent alleen is niet genoeg. Juist nu de wereld duurzame antwoorden nodig heeft op complexe vraagstukken als klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, is het van belang om onderzoekers de kans te geven hun werk te doen. Leiden heeft het talent en de kennis om mee te denken over structurele oplossingen. Met dank aan de schenkers van het Leids Universiteitsfonds maken vele wetenschappers het onbekende bekend en verleggen ze de grenzen van bestaande wetenschapsgebieden. Met uw bijdrage van vandaag werken de onderzoekers en studenten van de Universiteit Leiden aan de wereld van morgen. En dan zijn we weer live terug hier in Bilthoven in het Nieuwe Lyceum bij deze Kleveringa bijeenkomst. En wat hebben we voor jullie vanavond in petto? Nou, we hebben twee lezingen van ieder 20 minuten voor jullie gereed staan. En die gaan we achter elkaar doen. En dan hebben we daarna alle gelegenheid voor jullie vragen. Dus ik herhaal nogmaals, ook voor jullie in de livestream, gebruik gewoon de chatfunctie in YouTube waar je nu naar kijkt. En dan stel je de vragen, dan komen ze binnen hier bij Ingrid en Frederike. En dan gaan ze straks aan de sprekers voorleggen. En ook jullie in de zaal, leef je uit en vragen stellen dadelijk. Dan kunnen we de mensen helemaal hem van het lijf vragen. De eerste lezing die wordt gehouden door Hilde van Megenburg. Ze zit hier vooraan. Zij is universitair docent internationale betrekkingen bij het Instituut Politieke Wetenschap aan onze alma mater Leiden. In haar onderzoek richt zij zich op het buitenlandbeleid van staten. En dan heeft ze ook speciale aandacht voor wat zij noemt collectieve narratieven. Nou, voor mij een helemaal nieuwe term. Maar na vanavond zullen we dat helemaal in ons vocabulaire hebben opgenomen, denk ik. Dat zijn namelijk verhalen die staten vertellen over zichzelf en ook over elkaar, over historische gebeurtenissen. En dat gaat dan vaak over normen, waarden, overtuigingen van een hele grote groep. Denk bijvoorbeeld aan het narratief rond de Armeense genocide of onze politionele acties of het verhaal dat Poetin houdt over waarom hij Oekraïne eigenlijk is binnengevallen. Hilde vertelt hoe dit grote invloed heeft op de onderlinge relatie tussen landen. We kunnen ons daar wel iets bij voorstellen volgens mij nu al. Zowel als het gaat om vriendschappelijke relaties, maar ook als het gaat om conflictuele relaties. Uw hartelijk applaus voor Hilde, dames en heren. Dank je. En dit is inderdaad een heel warm welkom. Dank jullie allemaal ook voor het hier zijn. Ik neem even mijn water mee. Ik ga inderdaad over narratieven spreken. Ik ga jullie zo allemaal nog uitleggen wat dat precies is en wat het betekent. Maar ik wil eigenlijk beginnen met Kleveringa. Omdat ook Kleveringa in zijn tijd een verhaal vertelde. En dat is voor mij een ideaal startpunt om ook een verhaal over verhalen te gaan vertellen.
Dus Cleveringa, aan het einde van zijn toespraak in 1940, wat hij dus gaf, wat zojuist ook gezegd is, naar aanleiding van het ontslag van Joodse collega's, hoogleraren, maar ook ander personeel van de universiteit Leiden. Hij zei aan het einde van zijn lezing het volgende. Het is deze Nederlander, deze geleerde diende vreemdeling, welke ons thans vijandelijk overheerst, ontheft van zijn functie. Deze wegdringing en de soortgelijke maatregelen die anderen hebben getroffen, kunnen door ons slechts als onrecht worden gevoeld. Eerder zei hij ook, ik geloof van een poging tot vertolking ervan ook daarom af te kunnen zien, omdat ik een gevoel heb als zweven op dit ogenblik onze gedachten en stemmingen zonder klanken niettemin volkomen nauwkeurig kenbaar over en weer en af en aan tussen ons. In zijn reden vertelde Cleveringa dus een verhaal. En ik wil hier vanavond ook een verhaal vertellen. Een verhaal over het belang van verhalen. Want Cleveringa wist dat hij het verhaal dat hij wilde vertellen, hij hoefde niet al te expliciet te worden. Hij wist dat de mensen hem zouden begrijpen, omdat er dus bepaalde stemmingen en gedachten heen en weer zweefden. Hij wist dat ook als hij het niet expliciet zei, dat zijn gedachten kenbaar zouden zijn. En wat ik jullie hier wil zeggen, is dat dat mogelijk is. Dat die gedachten die tussen ons zweefden, zoals Cleveringa dat zei, dat het mogelijk is omdat er gedeelde verhalen zijn. Omdat wij een gedeeld idee hebben van wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij handelen als Nederland en als Nederlanders. Ik ga jullie dus een stukje meenemen in de wereld van de narratologie en ik zal uitleggen waarom ik gedeelde verhalen zo belangrijk vind, ook als het gaat om conflict, oorlog en vrede. En ik ga dat doen aan de hand van een aantal voorbeelden, onder andere van Donald Trump, een speech, een toespraak van Mark Rutte en inderdaad de toespraken van Poetin als het gaat om de invasie van Oekraïne. Maar allereerst dus narratieven. Ja, wat zijn het? Dat was de grote vraag al meteen. Om te beginnen, ook in 1940 toen Cleveringa zijn toespraak hield, waren er natuurlijk mensen in Nederland die het niet met Cleveringa eens waren. Die het wel prima vonden dat de Joden eerst aan het zicht en later ook aan het leven onttrokken werden. Maar ook om dat te begrijpen, om te begrijpen waarom mensen zoiets goed kunnen vinden, moeten we kijken naar gedeelde verhalen. In het kort. Het is in de verhalen die we vertellen, dat we verklaringen en interpretaties van gebeurtenissen geven, dat we relaties en identiteiten smeden en ons gedrag rechtvaardigen. In wetenschappelijk jargon noemen we dergelijke verhalen dus ook narratieven, waarbij het woord narratief de nadruk legt op het feit dat verhalen zowel begrip en duiding geven aan gebeurtenissen en onze interpretaties ervan, als ook de basis leggen voor het menselijk handelen. Daarbij, het duiden van gebeurtenissen betekent vaak ook oorzakelijke verbanden uitspreken. Even abstract, stel je voor dat iemand een verhaal vertelt. Een verhaal over iets wat vorig jaar is gebeurd, in het verleden. En de kern van datgene wat de verteller zegt is het volgende. Omdat A gebeurde en wij A slecht vinden, reageerden we met B. In zo'n verhaal, en dan moet je even voorstellen dat zo'n verhaal daadwerkelijk inhoud heeft en met alle bloempjes en bijtjes en details verteld wordt. In zo'n verhaal positioneert de verteller zich ten opzichte van gebeurtenis A. Die vinden zij slecht. De verteller beschrijft een oorzakelijk verband. We reageerden met B omdat A. En het verhaal duidt daarmee A. Het positioneert de verteller ten opzichte van die gebeurtenis. En het rechtvaardigt het gedrag dat daarop volgde. De handeling, de manier waarop zij reageerden. De nazi's hadden ook zo'n narratief. Een verhaal waarin zij, in dit geval de Ariërs, superieur waren en de anderen, de Joden, inferieur. Ratten. Een verhaal waarin de een bestaansrecht heeft en de ander niet. In Rwanda noemden de Hutu de Tutsi's kakkerlakken. En wat doe je met ratten en kakkerlakken? Je verdelft ze, je vertrapt ze of je slaat ze kapot met een hamer. Verhalen rechtvaardigen sociaal gedrag op basis van de identiteiten en de relaties die ze voorstaan. Als wij goed zijn en zij slecht, dan kunnen wij hen straffen. En als wij waardig zijn, als wij mensen zijn en zij dieren, dan kunnen we ze opsluiten en zeggen wat ze moeten doen.
Daarom schrok ik ook zo recent toen Donald Trump onlangs zei, en het was absoluut tot de hilariteit van zijn toehoorders, en onder luid gejuich en applaus zei hij over Nancy Pelosi, of course I think she's an animal too, if you want to know the truth. En let wel, dat was nadat Paul Pelosi door een indringer met een hamer het ziekenhuis in was geslagen. Het beoogde slachtoffer, Nancy Pelosi, volgens Trump dus een dier, een minderwaardig wezen. Gideon van Meijeren, Nederlands politicus, noemde journalisten recent rioolratten en zei dat het tijd was voor een tegenaanval. Paul Cliteur, emeritus hoogleraar van onze eigen universiteit Leiden, noemde van Meijeren vandaag een held en vergeleek van Meijeren met Cleveringa. Een vergelijking, en dat moet gezegd worden, die de plank volledig mislaat en die in ieder geval in mijn ogen volledig misplaatst is. Maar een vergelijking wel, die past binnen een bepaald verhaal. Binnen een bepaald beeld van onze maatschappij en waar we zouden moeten zijn. Wat we zien vanuit de wetenschap, is dat narratieven niet onschuldig zijn. Helemaal in de politiek niet. Een verhaal heeft een plot. Er gebeuren dingen. En het biedt altijd een specifieke interpretatie van datgene waarover het verhaalt. Verhalen kunnen in dat opzicht dan wel breed gedragen worden. En dat nam Cleveringa ook aan in zijn reden. Dat hij een verhaal had dat breed gedragen werd. Maar ze zijn nooit neutraal. Aan vertellingen liggen altijd bepaalde waarden, begrippen en ideeën ten grondslag. Ze bieden altijd een bepaald perspectief en ze zijn altijd selectief. Ze benoemen of benadrukken bepaalde dingen en laten andere dingen achterwege. In mijn eigen werk kijk ik daarbij naar verhalen die statelijke actoren over de zelf vertellen. Dus het collectief zelfbegrip, wat zojuist al even gezegd wordt, dat zit in principe in verhalen besloten. In de verhalen waarin wij zeggen wie wij zijn en waar we voor staan, daarin begrijpen we elkaar. En dan weten we, ja, dat is inderdaad wat Nederland is, dit is inderdaad wat Nederland doet. Dat zit in verhalen besloten. En het doel van mijn onderzoek is dan doorgaans om bloot te leggen hoe bepaalde duidingen van de internationale politiek het buitenlandbeleid van staten beïnvloedt. En ik ga jullie daar twee voorbeelden van geven. Eén keer op de basis van een speech van Mark Rutte, vrij recent. En vervolgens ook nog een keer door te kijken naar drie toespraken die Vladimir Poetin heeft gegeven voor de invasie van Oekraïne. Kijken we eerst even naar die recente toespraak van Mark Rutte. Die is uitgesproken op 23 september jongstleden tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De toespraak was in het Engels en het gaat over Ruslands oorlog tegen Oekraïne. Ik belicht hier twee thema's. Ten eerste, Rutte, sprekend voor Nederland, maakt duidelijk dat hij Rusland als agressor ziet en noemt de oorlog expliciet een aanvalsoorlog. Hij zei, en ik citeer, laat me heel duidelijk zijn. Rusland is niet het slachtoffer, het is de agressor. En de hele wereld weet dit. Niemand is Rusland binnengevallen, niemand bedreigde het Russische volk. Op dit moment staat Rusland aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Ten tweede, Rutte legt de nadruk op internationale samenwerking, op regels gebaseerd internationaal systeem en de positie van Nederland in dat systeem en de positie van Nederland ten opzichte van dat systeem. Ik citeer, deze oorlog reikt verder dan Oekraïne. Het gaat over het handhaven van het internationaal recht. Het gaat over het recht van een soeverein volk om de eigen wegen te bewandelen. Het gaat over vrijheid. Nederland en de stad Den Haag, de juridische hoofdstad van de wereld, voelen hierin een bijzondere verantwoordelijkheid. Nu, ik kan jullie zeggen, ik ben het persoonlijk niet heel vaak met de heer Rutte eens, maar in dit geval wel. Voor de zekerheid, zo'n enkele toespraak is doorgaans niet waar ik mij op baseer. Dus ik zal nooit kijken naar één enkele toespraak of één enkele bijdrage om conclusies te kunnen trekken over een collectief narratief. In de ideale situatie zou ik kijken naar vele tientallen bijdragen, krantenartikelen en dergelijke, om te kijken wat is het overlap. Hoe spreken mensen die namens Nederland spreken, de staatshoofden, ministers, ambtenaren en dergelijke, hoe spreken zij over Nederland? En kunnen we daar zeggen, oké, Nederland staat ergens voor. Wat is het collectief narratief? Wat doen wij?
Daar hebben we op dit moment geen tijd voor. Dus we gaan alleen even kijken, wat kunnen we nou uit deze ene toespraak halen wat al interessant is? Welke identiteiten en relaties construeert Rutte hier? En welke consequenties, welke acties verbindt hij daar vervolgens aan? En let wel, om mijn eigen verhaal hier te vertellen, ben ik selectief. Ik maak bepaalde keuzes. Ik laat jullie niet die hele speech horen. Ik licht alleen maar die elementen eruit die ik interessant vind om mijn verhaal te vertellen en om de conclusies te trekken die ik wil trekken. En mocht u dat nou oneerlijk vinden, dat mag zijn, maar dat is hoe verhalen werken. Alle verhalen. Verhalen zijn altijd selectief en beknopter dan de werkelijkheid. Aangaande die identiteiten. Rusland is de agressor in een ongeprovoceerde oorlog. Dit klinkt wellicht niet meteen als een bepaalde interpretatie van de situatie, maar dat is het wel. Ik ga zo ook nog even kijken naar Ruslands eigen narratief. En daar zal je zien dat hij natuurlijk een heel andere interpretatie biedt van datgene wat daar op dit moment speelt. Maar we kennen waarschijnlijk ook allemaal mensen die het eigenlijk met Poetin eens zijn. Ja, die zeggen, Poetin doet eigenlijk datgene wat juist is. Poetin staat aan de juiste kant van de geschiedenis, van de goede kant van de geschiedenis. Maar in Rutte's interpretatie kreeg Rusland dus de identiteit van agressor toebedeeld. Later ook van leugenaar en, zoals ik zojuist al citeerde, als staande aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Nederland daarentegen is het land van het recht. Het land dat een op regels gebaseerd internationaal systeem voorstaat en dat impliciet samen met haar bondgenoten aan de juiste kant van de geschiedenis staat. En door dit te zeggen, laat Rutte zien wat hij goed vindt en wat hij slecht vindt. In principe op basis van zijn waarden en ideeën, die spreekt hij op dit moment niet uit, in ieder geval niet in deze toespraak, trekt hij een streep en zegt hij, dit is slecht, dit is goed. Rusland staat hier, wij staan hier. Maar ook hier weer, en het klinkt wellicht banaal om te zeggen dat het hooghouden van het internationaal recht, dat het een bepaalde positie is die Rutte hier inneemt, maar dat is het niet. Met name ten aanzien van het internationaal recht, op het moment dat we allemaal zouden ophouden het te verdedigen, zou het ook ophouden te bestaan. De geschetste relaties en verhoudingen hier tussen Nederland en hetgene dat gebeurde in Oekraïne laat zich eigenlijk vrij snel afleiden. Rusland is slecht, Nederland is goed. Rusland breekt het internationaal recht, Nederland is een hoeder van het internationaal recht. En van daaruit komt Rutte tot de volgende handelingsvoorstellen en conclusies, ik citeer weer. Er is slechts één weg voor ons om te bewandelen. Eén juiste keuze. We moeten de fundamentele principes van het handvest van de Verenigde Naties hoog houden. Poetins aanvalsoorlog moet gestopt worden. We kunnen niet terug naar het tijdperk van imperialistische oorlogen, massale vreedheden en massagraven. Samen met onze bondgenoten zal Nederland Oekraïne blijven steunen. Op alle mogelijke manieren, hoe lang het ook mogen duren, elke stap op de weg. Dat was Rutte. Nu, ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat Nederland, als het gaat om het daadwerkelijk leveren van financieel en materieel aan de Oekraïne, absoluut niet op de troepen vooruit loopt. Absoluut gezien is Amerika de grootste leverancier als we relatief kijken. Dus kijkend naar het aandeel van de steun op het BBP, bruto binnenlands product van een land, dan zijn met name landen als Estland, Letland, Litouwen, Polen, maar ook Noorwegen, Tsjechië en Slowakije zijn de gulste gevers. Nederland, waar volgens mij Denemarken en Oostenrijk, en ik betrek mij hier op de Ukraine Support Tracker van het Kiel Institute for the World Economy. Oostenrijk en Denemarken geven nog ongeveer 0,1% aan een BBP uit voor Oekraïne. Nederland op dit moment toezeggingen van ongeveer 0,06%. Ja. Dan vraag je, maakt het dan een zicht, het idee van die narratieven niet waardeloos? Nee, waarom niet? Omdat zonder narratief, zonder een begrip te hebben van de situatie en zonder jezelf te positioneren ten opzichte van datgene wat er gebeurd is, zou je helemaal geen beleid kunnen maken. Om te kunnen zeggen, ja, wij gaan ook een steentje bijdragen. Hoe klein dat steentje uiteindelijk ook mag zijn, moet je je eerst positioneren. Je moet een idee hebben van wie je bent, waar je voor staat en op basis van een bepaalde identiteit, een begrip van de situatie, hoe je wilt handelen.
Dan pas kun je ook echt handelen. Neem het andere voorbeeld. Poetin, Rusland en Oekraïne. Poetins verhaal is complex. Het heeft allerlei verschillende elementen, er zitten verschillende identiteiten in. En het richt zich aan de ene kant op Oekraïne en bespreekt dus de relatie tussen Rusland en Oekraïne. En aan de andere kant richt het zich tot de Verenigde Staten en NAVO. Ook hier ga ik keuze maken. We kunnen die complexiteit van het verhaal kan ik niet in 20 minuten pakken. Ik zal me alleen even richten op de relatie die Rusland, die Poetin schetst tussen Rusland en Oekraïne. Wie is Rusland, wie is Oekraïne in zijn verhaal? Het verhaal dat hij vertelt over deze landen. Ik baseer me hier op een drietal toespraken van Poetin. Alle van voor de invasie. Eentje van juli 2021, dus ongeveer een half jaar voor de invasie. Eentje van 21 februari 2022. En een van 24 februari 2022, dus de ochtend van de eigenlijke invasie. De toespraken waren overigens allemaal origineel in het Russisch. Ik spreek geen Russisch. Ik baseer me hier op de officiële vertaling naar het Engels, die is uitgegeven door het Kremlin. Ik spreek wel Engels. Ten eerste, Poetin graaft ver terug in het verleden, graaft ver in de geschiedenis om duidelijk te maken, om te beargumenteren dat Rusland en Oekraïne, maar ook de Belarussen, dus de Wit-Russen, eigenlijk één volk zijn. Specifiek over Oekraïne zegt Poetin, en ik citeer, Russen en Oekraïners waren één volk, één enkel geheel. Ik heb dit bij talloze gelegenheden gezegd en ik geloof hier stellig in. Overigens, daarmee in lijn stond deze week in de krant, in de Volkskrant, nu weten jullie allemaal iets over mij, ik lees de Volkskrant, stond in de krant dat er op dit moment in Moskou een tentoonstelling is geopend dat precies over dit thema gaat. Een hele tentoonstelling die de bezoekers meeneemt door de geschiedenis om te laten zien dat Oekraïne en Rusland altijd één volk zijn geweest. Dus het is iets wat we ook dit moment nog tot uitdrukking brengt. Hij wil zeggen, Oekraïne is eigenlijk van Rusland. Oekraïne heeft geen zelfstandige identiteit. Dat is een beetje een argument wat er doorheen loopt. Daarmee dan, en teruggaand naar die speeches, het feit dat Oekraïne op dit moment officieel geen deel uitmaakt van Rusland, omschrijft Poetin in zijn speeches, en ik citeer, als ons grote gemeenschappelijke ongeluk en tragedie. Oekraïne hoort volgens Poetin bij Rusland. Oekraïne is Rusland. Sterker nog, het woord Oekraïne zou volgens Poetin komen van Oekraïne, wat periferie betekent. Volgens Poetin zijn de Oekraïners de grenswachters van een groot Russisch rijk. De kern van zijn verhaal is in principe dat Oekraïne los van Rusland geen eigen betekenis of waarde heeft. Ook na 1991, de grote catastrofe, zoals Poetin het uiteenvallen van de Sovjet-Unie noemt, en je moet die man een gevoel voor drama meegeven, was het in Ruslands ogen, dus na de grote catastrofe, was het ook hier Rusland die voor Oekraïne zorgde. Rusland is het moederland. Dat is een term die Poetin vaak en graag gebruikt. Ten tweede, al in 2021 sprak Poetin van de radicalen en neonazies die de etnisch-Russische bevolking in Oekraïne zouden onderdrukken. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat Oekraïne de formatie van, en ik citeer, een etnisch pure Oekraïnse staat nastreeft. Een staat bovendien die volgens Poetin agressief is en bereid zou zijn massavernietigingswapens in te zetten tegen Rusland. In februari 2022 doet hij daar nog een schepje bovenop. Hij omschrijft, ik citeer, een overgang naar het Neandertaals en agressief nationalisme en neonazisme dat in Oekraïne tot staatsbeleid is verheven. In Oekraïne, volgens Poetin, is nazibeleid staatsbeleid. En hij vergelijkt het beleid van Kiev met het beleid van Neandertalers. Ja, een duidelijk, simpel en minderwaardig volk. Ook in deze toespraak spreekt hij expliciet over het idee dat 4 miljoen etnisch Russen in Oekraïne met genocide bedreigd zouden worden. Nu, dit neonazi- en genocide-narratief staat op licht gespannen voet met het idee dat de Russen en Oekraïners één zouden zijn. Maar het is beter te begrijpen op het moment dat je weet dat in Rusland een dominant narratief, een narratief is waarin
Rusland als grote strijder, als overwinnaar uit de bus is gekomen tegen Nazi-Duitsland. De Tweede Wereldoorlog heet in Rusland ook wel de Grote Patriotische Oorlog. Ja? Dat betekent, eigenlijk komt er met dat narratief bij dat je als Rus niet fascistisch kan zijn. Het idee van Rusland is als antifascistisch. Een patriotische Rus is een antifascistische Rus. En nu zit er dus volgens Poetin een fascist in Kiev die dreigt met genocide. Dit rechtvaardigt voor hem. En nogmaals, we hebben hier het hele Verenigde Staten en NAVO-narratief buiten beschouwing gelaten, niet naar gekeken. Dit rechtvaardigt voor hem zijn oorlog. In ieder geval ook voor binnenlandse consumptie. Poetins narratief portretteert Oekraïne als de verloren, minderwaardige dochter, verleid door het nazisme en het Westen, die teruggehaald moet worden naar de beschermende en opvoedende armen van het moederland van Rusland. Rusland als hoeder tegen het kwaad zal het nazisme en een genocide stoppen. Nogmaals, Poetins narratief is veel complexer dan ik hier kan weergeven. Maar alleen hieruit al zien we dat Poetin door verhalen te vertellen een bepaald beeld creëert van de situatie. Hij schrijft actoren, in dit geval dus Rusland en Oekraïne, bepaalde identiteiten toe en rechtvaardigt op basis van die identiteiten zijn buitenlandbeleid. In dit geval dus invasie van een oorlog om genocide te stoppen. Dat wij hier gezamenlijk, en nu ga ik er even net als Kleveringa vanuit dat er bepaalde stemmingen en gedachten tussen ons zweven, dat wij hier gezamenlijk dat die rechtvaardiging niet rechtvaardig vinden, doet niets af van het feit dat die wel als rechtvaardiging is aangeboden en gebruikt. Tegelijkertijd, wat Poetin hiervan precies gelooft, is lastig. Met name als het gaat om dat genocide-narratief en het idee van een nazi-regime in Kiev, ben ik geneigd te zeggen dat dit voorwenselen zijn. Maar dat Poetin gelooft dat Oekraïne bij Rusland hoort en dat de scheiding, de deling van deze landen een katastrofale historische fout is, een fout die rechtgezet diende te worden, dat geloof ik wel. In conclusie. Om te kunnen handelen, om iets te kunnen doen, om iets te kunnen ondernemen, hebben we eerst een begrip van de situatie nodig. We hebben een begrip nodig van datgene wat er is gebeurd en we hebben een begrip nodig van datgene dat we eigenlijk zouden willen bereiken. We moeten eerst weten wie we zijn, waar we voor staan en wat we denken dat er gebeurd is of zal gaan gebeuren voordat we kunnen handelen. En om tot zo'n begrip te komen en om de wereld en onszelf te kunnen duiden, hebben we verhalen nodig. Dus de volgende keer, als je iemand hoort zeggen dat we een verhaal nodig hebben, een verhaal dat een werkelijk alternatief biedt op conflict en haat, op kleineren en het creëren van zondebokken, en je merkt bij jezelf dat je denkt, daar hebben we dat cliché ook weer. Ja, laten we allemaal in een kringetje gaan zitten en verhaaltjes vertellen. Stop dan even en realiseer je dat elke visie en elke voorstelling van elke toekomstige samenleving begint met een verhaal. Een verhaal over wie we zijn, waar we voor staan en waar we naartoe willen. En als we op een gegeven moment ophouden een bepaald verhaal te vertellen, of als we op zouden houden een standpunt te verdedigen, dan houdt dat ook op te bestaan. Voor mij persoonlijk was ik daarom ook eigenlijk blij om deze uitnodiging te krijgen, om deze bijdrage te mogen leveren. Ik ben er namelijk van overtuigd dat bepaalde verhalen, dat we die moeten blijven vertellen. Keer op keer, zodat ze deel blijven uitmaken van ons collectieve verhaal en van ons collectieve zelfbegrip. En Kleveringa's toespraak en zijn moed om op te staan voor zijn Joodse collega's en tegen het geweld van Nazi-Duitsland is een van die verhalen die ons bij zou moeten blijven, die ons zelfbeeld zou moeten blijven informeren. Dank jullie. Dank je wel, Hilde. Nou, en ik heb het idee dat er heel veel vragen ook worden gesteld via de livestream. Ga daar vooral mee door. En waar wij ook mee doorgaan na dit verhaal van Hilde is het volgende lezing van deze avond rond ons thema. En dat wordt verzorgd, deze lezing, door Evelien Kampfens. En zij staat hier helemaal klaar. Zij is jurist en onderzoeker gespecialiseerd in kunst- en cultureel erfgoedrecht.
Zij is werkzaam aan het Leiden Center for the Arts in Society. En zij is ook nog lid van de ethische codecommissie van de Nederlandse Museumvereniging. Want roven en plunderen, dames en heren, van cultuurgoederen, dat is van alle tijden. Alleen de regels daaromtrent, die zijn steeds aan verandering onderhevig. Je kunt je afvragen, wie heeft het recht op het verleden? Uw hartelijk applaus voor Evelien, dames en heren. Dank. Oh ja, precies. Ja, veel dank voor deze introductie en veel dank voor de uitnodiging. Het is een heel grote eer om hier bij zo'n Kleveringen lezing te zijn. En als we het hebben over roofkunst, oh, mijn PowerPoint gaat beginnen. Ja. Wie heeft recht op het verleden, wie heeft recht op cultureel erfgoed? Zijn daar eigenlijk wel duidelijke regels voor? En wat zijn die regels dan? Is dat gewoon eigendomsrecht of zijn er andere regels? Bij roofkunst denken de meeste mensen natuurlijk aan door de nazi's uit Joods bezit geroofde kunst. En voor deze Kleveringa-lezing lijkt me dat ook een passende categorie betwiste kunst om mee te beginnen. Hier ziet u daarboven foto's van Hitler, die daar bij die maquette, dat was de maquette van het grote museum wat hij voor ogen had, dat zou moeten verrijzen in Linz en dat zou een museum moeten zijn groter dan het Louvre. Waarvoor hij zijn specialisten over alle bezette gebieden eigenlijk kunst liet verzamelen. Op verschillende manieren, we weten het natuurlijk, de confiscaties van Joodse collecties, maar met name in de oostelijke gebieden ook de plundering van publieke collecties, musea. Dat is in Nederland niet zo gebeurd. En dat deed hij overigens naar het voorbeeld van Napoleon natuurlijk 150 jaar eerder. En koloniale plunderacties in onder meer Afrika door koloniale machten. En ook vandaag de dag, helaas in Oekraïne, is dat wederom het geval. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de vraag wie heeft recht op die culturele identiteit waar Hilde het ook net over had. Wij hebben recht op die Oekraïnse kunst. Er zijn altijd belangrijke kwesties over Skitisch goud bijvoorbeeld, culturen die daar hebben, waar een soort van gevecht om is. Is dat Oekraïens of is dat Russisch? En om met George Orwell te spreken, who controls the past, controls the future, and who controls the present, controls the past. Dus dat is even als onderstreping dat het een belangrijke politieke kwestie ook vaak is, roofkunst. Roofkunst is met andere woorden ook iets van alle tijden en onze musea staan er vol mee. Het interessante is dat er in alle culturen en eigenlijk overal ter wereld ook regels zijn die kunstvoorwerpen en monumenten een bijzondere beschermde status geven. Dat zijn niet zomaar voorwerpen en ook onze eigen Hugo de Grote, een van de grondleggers van het internationale recht, kende aan kunstwerken en monumenten die speciale beschermde positie toe. Je had het recht om te plunderen. De overwinnaar die mocht voorwerpen meenemen, maar dat gold niet voor kunstwerken. En ook monumenten moesten gespaard blijven. En daarvoor verwees hij op zijn beurt weer naar Cicero en Polybius. Dus die regels zijn heel oud. Dat was zo om die beschermde positie, juist omdat ze symbool staan voor een culturele of historische identiteit. Wat ik hiermee wil onderstrepen is dat roofkunstclaims dus eigenlijk nooit simpele eigendomskwesties zijn, maar gaan over die culturele identiteit, waarvoor het reguliere eigendomsrecht eigenlijk ook vaak geen uitkomst biedt. Ik zal deze gedachte en de complexiteit van de vraag wie als eigenaar van kan gelden van cultureel erfgoed proberen te verduidelijken aan de hand van twee voorbeelden van recente Nederlandse rechtszaken, waarbij het niet gaat om historische roofkunst. Ik dacht, voor de verandering ga ik eens over hedendaagse kwesties spreken. Het eerste voorbeeld, u heeft er vast allemaal wel van gehoord, betreft de Krimgoudkwestie. Het gaat om archeologische vondsten uit Krim, die voor een bruikleen waren uitgestuurd voor een tentoonstelling, speciale tentoonstelling, naar Nederland. In 2014 waren ze bevonden, die voorwerpen, zich hier in het Allard Pierson in Amsterdam, op het moment van de Russische annexatie. En vervolgens was de vraag,
wie heeft er nu recht op die voorwerpen? Waar moeten ze naartoe teruggestuurd worden? Het was op hetzelfde moment natuurlijk ook de MH17 die kwestie speelde. Dus een hoogst politiek gevoelige kwestie. En het werd in ieder geval niet zomaar teruggestuurd naar de Krimmusea. En vervolgens is er een rechtszaak, zijn er al in twee instanties is er een rechtszaak gevoerd, waarbij Oekraïne zich op het standpunt stelt, het is nationaal cultureel erfgoed, cultuurbezit, nationaal bezit. En de Krimmusea die stellen, het is ons erfgoed, het is hier gevonden, archeologische voorwerpen. Toevallig heb ik zelf die tentoonstelling nog gezien. En het betreft dus ook niet alleen maar Skitisch goud bijvoorbeeld, maar het betreft ook een grafsteen, een Romeinse grafsteen, terwijl die andere grafstenen nog in de Krim staan. Dus het waren echt voorwerpen die het belang van de Krim, dus het politieke strategische belang van de Krim onderstreepte. Dus er was ook een Chinees lakdoosje als de Krim als onderdeel van de zijderoute. Dus de Krimmusea zeggen ons erfgoed, het moet naar ons toe terug. En Oekraïne zegt het moet naar Kiev teruggestuurd worden. Nou, de rulings, sorry, dat was nog de Engelse versie. In 2016 was er de eerste uitspraak van de arrondissementsrechtbank in Amsterdam. En die zei, het moet teruggestuurd worden naar Kiev. En ook in 2021 is er een hoger beroepszaak, het Hof geweest, en die zegt ook terug naar Kiev. De argumentatie is heel verschillend eigenlijk, maar het belangrijkste om hier te benadrukken is dat de boodschap natuurlijk is dat staten, nationale staten, primaire eigenaren zouden zijn van cultureel erfgoed dat gevonden wordt op hun grondgebied. Dus niet gemeenschappen, geen individuen, maar staten. Niet zonder betekenis, inmiddels heeft ook Rusland de objecten tot nationaal erfgoed bestempeld. Dus dat begrip nationaal erfgoed is best relatief, zou je kunnen zeggen. Nu denk ik overigens persoonlijk, moet ik misschien even meteen bijzeggen, dat op dit moment kunnen ze helemaal nergens naartoe teruggestuurd worden, want het is bezet gebied en er is oorlog in Oekraïne. En dan geldt de regel volgens het een speciaal UNESCO-verdrag dat derde staten de plicht hebben om voorwerpen in veiligheid te brengen en terug te sturen naar waar ze vandaan kwamen als de vijandigheden zijn opgehouden. Maar goed, interessant genoeg, die conventie is tot nog toe niet aan de orde gekomen in die rechterlijke uitspraken. Het tweede voorbeeld waar ik het over wilde hebben, en dat sluit beter aan bij hedendaagse roofkunst echt. De Krimgoud kwestie, dat kan je natuurlijk niet echt roofkunst noemen. Maar dit tweede voorbeeld betreft een 1000 jaar oud Chinees Boeddha-beeld. Met als bijzonderheid dat er een mummie in zit. Een gemummificeerde monnik eigenlijk. Uit de 11e eeuw. En vanwege die mummie en in dit beeld. Dat was een soort van manier om de allerhoogste staat van heiligheid te bereiken. Nou, dit beeld dat stond in een Chinese tempel in een dorpje in China. En werd aanbeden daar altijd, al die eeuwen lang, als master Zhang Gong. Ik weet niet precies of ik het goed uitspreek. Het is gestolen in 1995... om vervolgens gevonden te worden in handen in 2014... in handen van een Nederlandse collectioneur. De Nederlandse verzamelaar beweerde dat hij het in 1996 te goedertrouw had aangekocht via een dealer in Hongkong, zonder onderzoek te hebben gedaan waar het beeld vandaan kwam. En hij zei, maar destijds was dat heel gebruikelijk. Je kocht iets en ik heb daar geld voor betaald en dat is nu mijn eigendom geworden. Nou, de Chinese dorpsgemeenschap bracht de zaak voor de rechtbank. Er was een publicatie gekomen over dit beeld waar dan die mummie in was ontdekt. En zo is dat aan het rollen gegaan. En zij herkenden hun heilige master Zhang Gong. Ze brachten de zaak voor de rechtbank en in 2018 werd hun verzoek tot restitutie afgewezen. In een voor mij althans teleurstellend korte uitspraak van 1 A4'tje ongeveer. Het werd niet ontvankelijk verklaard omdat de Chinese vorm van eigendom, collectief eigendom van de gemeenschap, niet
ja, niet erkend werd, niet bekend was, niet duidelijk genoeg was voor de rechter. En het was heel duidelijk, ik ben bij de hoorzitting ook geweest, het was heel duidelijk dat de rechter ook niet zo goed wist wat hij met die zaak aan moest. Het was een collectief religieus belang, maar ja, die Nederlandse bezitter die had er veel geld voor betaald. En die, volgens het Nederlandse recht ben je dan ook na 20 jaar zijn claims eigenlijk verjaard. Dan kan je zelfs als dief-eigenaar worden, daar zijn we vrij extreem in. In die bescherming van de nieuwe bezitter. We zijn handelsland, dus dat is een soort van bescherming van het handelsverkeer. Ja, dat is ons privaatrecht. Dus die claim werd afgewezen. En de boodschap hier is dus dat volgens de Nederlandse wet de rechten van een nieuwe bezitter en het handelsverkeer zwaarder kunnen wegen dan de rechten van de gemeenschap, de Chinese gemeenschap op een heilig beeld. En dit is in lijn met andere Nederlandse uitspraken over roofkunst. Er zijn zaken over Cypriotische iconen die heel duidelijk waren geroofd en in handen werden aangetroffen van een nieuwe bezitter, ook afgewezen. En ook met uitspraken in andere zogenaamde civielrechtelijke landen. Maar deze uitkomst is ook heel erg in strijd met de regelgeving op internationaal niveau. Deze voorbeelden even kort om enkele punten te illustreren die ik wilde maken. In de eerste plaats, bij claims op cultuurgoederen gaat het niet alleen maar om zomaar bezit. Dat voel je ook vooral in die Chinese zaak, denk ik. Het gaat niet zomaar bezit, het zijn niet zomaar commodities. Maar het gaat ook, je kan ook de vraag stellen, wiens erfgoed is hier aan de hand? Van wie is dat erfgoed? En waar komt het beste tot zijn recht? Dat is een hele andere vraag. En dan activeer je andere normen. In de tweede plaats is er een hele duidelijke kloof tussen wetten op verschillende niveaus. En dit resulteert vaak in een situatie waarin de onrechtmatigheid van de roof zelf, van de diefstal, niet beklijft aan het object. Dus het is onrechtmatig in het ene land, maar in het andere land is het gewoon rechtmatig bezit geworden. En dat is de paradox van rechtmatig bezit van onrechtmatig verkregen cultureel erfgoed. Nou, voor een oude fiets is dat helemaal niet belangrijk, maar voor kunstvoorwerpen is dat juist wel belangrijk natuurlijk. Nou, daar loopt iets niet helemaal lekker, zou je eigenlijk kunnen. Tenminste, dat is in mijn opinie, loopt dat niet helemaal goed. En mijn stelling is dan ook dat als je een mensenrechtenbenadering hanteert, als je het ziet als een kwestie van mensenrechten, culturele rechten, dat een brug zou kunnen slaan tussen die verschillende niveaus. Internationaal publiekrecht en nationaal eigendomsrecht. Daar kom ik later op terug, maar laat ik nou eerst even kort het wettelijke kader, het juridische kader schetsen voor de kunsthandel en de blinde vlekken. Even een droog stukje overzicht. Eigendomsrecht, zoals ik dat al gezegd heb, is meestal worden dit soort kwesties als ze voor de rechter komen. Ja, wiens eigendom gaat het hier om? Nou, eigendomsrecht is voornamelijk een kwestie van nationale soevereiniteit, met als gevolg dat elk land een ander eigendomsrecht heeft. Nationale wetten lopen heel erg sterk uiteen over hoe en wanneer gestolen goed kan overgaan, een titel kan overgaan op een nieuwe bezitter. Bijvoorbeeld in landen, met name de Verenigde Staten, geldt dat een titel, als je eenmaal iets gestolen is, dan kan de titel nooit overgedragen worden. Dus dat betekent dat voormalige eigenaren van geroofd kunstbezit bijvoorbeeld, daar altijd nog, ook na misschien wel 100 jaar, een claim op kunnen leggen. En dat gebeurt. Je ziet dat steeds meer nazi-roofkunstzaken ook in Amerika voor de rechter worden gebracht. Omdat ze hier stuiten op verjaringstermijnen. Dat is dus een reden die dat die nationale wetten zou verschillen. Dat er internationaal rechtelijke normen moeten zijn die daar die ook kunstvoorwerpen uit andere landen een beschermde status verlenen. Nou, die internationale regelgeving is er. Er zijn eigenlijk 3 belangrijke internationale verdragen. Het 1954-verdrag, waar ik het net al even over had, in zaak de bescherming van culturele goederen in geval van gewapend conflict en een protocol daarbij.
die maakt dat, die geeft eigenlijk beschermde status aan, aan cultuurgoederen, hè, waar Hugo de Grote het al over had, is hier een heel speciaal verdrag aangeweid. En die zegt, dat protocol zegt ook, en als het dan toch wordt geroofd, dan moet het ook terug na afloop. Dan is er in 1970 een belangrijk verdrag gekomen in zaken de onrechtmatige invoer, uitvoer of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen. Dat gaat over, nou ook over zo'n Chinese kwestie bijvoorbeeld. He, die zegt eigenlijk dat het bijzondere cultuurgoederen zich niet zomaar bezit. En als het wordt geroofd, als het wordt gestolen, dan moet het ook in het andere land moet het worden teruggegeven. En dan is er nog een ander verdrag, het UNIDROIT-verdrag, maar daar heb ik het verder even niet over. Het punt is dat dit soort verdragen moeten worden geratificeerd. Dus landen moeten daar partij bij worden. En vervolgens moet het ook geïmplementeerd worden op in het nationale in het eigendomsrecht bijvoorbeeld. En de situatie in Nederland is zo dat het 1954-verdrag weliswaar werd geratificeerd. Het is het ook het Haags verdrag. Dus wij waren een van de eerste natuurlijk die dat ratificeerde. Maar dat is nooit omgezet in het eigendomsrecht. Dus als gevolg daarvan kan bijvoorbeeld zo'n, die Cypriotische iconen waar ik het net over had, die zijn niet beschermd. Dus dat werkt op internationaal niveau, maar niet door in het nationale recht. En het 1970-verdrag heeft Nederland pas in 2009 geratificeerd en geïmplementeerd. Met als gevolg dat alle gevallen, alle verliezen van voor die datum, dus ook 1995 in het Chinese beeld, daarvoor zijn en dus is het normale recht van toepassing. Want verdragen zijn niet retroactief, zoals dat heet. Dus dan zitten we met een juridische realiteit waarbij die verdragen geen terugwerkende kracht hebben en op interstatelijk niveau werken. En hoe zit dat dan met eerdere zaken? Nazi-roofkunst, koloniale roofkunst, maar dus ook zo'n hele recente zaak. En hoe zit het met de rechten van gemeenschappen bijvoorbeeld? Hè? Als we het hebben over die Krimgoudkwestie bijvoorbeeld. En de rechtmatige eigenaar, als je de vraag stelt wie is de rechtmatige eigenaar van betwist bezit, nou, dan zal heel waarschijnlijk het nationale eigendomsrecht van toepassing zijn. En daar heb je die verschillen waar ik het net al even over had. Dat in Europa claims vaak verjaard zijn, vrij snel. In de Verenigde Staten een veel gunstiger klimaat heerst. En al met al kom je eigenlijk in een juridisch labyrint terecht. Roofkunstzaken, omdat ze per definitie eigenlijk altijd internationaal zijn, kom je met hele ingewikkelde vragen van welk recht is van toepassing op het verlies en welk recht bepaalt hier wie de nieuwe eigenaar is. Het goede nieuws is dat er heel veel nieuwe internationale instrumenten op het moment verschijnen er. En je kan dat samenvatten eigenlijk tot de regel dat er steeds meer wordt geëist van nieuwe bezitters dat ze due diligence zijn, dus onderzoek doen, herkomstonderzoek, voordat je iets aankoopt. Je mag niet zomaar iets aankopen. En verder dat er allerlei ethische regels zijn, een zogenaamde soft law, niet bindend recht, om kwesties tot een oplossing te brengen. Denk aan nazi-roofkunst. Er is een speciale commissie ingesteld, de restitutiecommissie, waar ik zelf heel lang heb gewerkt overigens. En zo heb je dit soort alternatieve geschillenbeslechting in dit geheel zie je heel vaak. En je ziet een andere ontwikkeling dat er een criminalisering is, dus het strafbaar stellen van bezit en invoer van gestolen kunst. Dus dan gaat het niet om de vraag wie is rechtmatige eigenaar, maar dan wordt het strafbaar om iets in te voeren. En zo zijn er veiligheidsraadresoluties over Syrische en Irakese voorwerpen in verband met de oorlog in Syrië en Irak. Daar is heel veel geroofd en geplunderd, heel veel illegaal uitgevoerd, antiquiteiten. En die komen hier terecht op de markt. Nou, dat is verboden om die in bezit te hebben. En er is ook net een nieuwe importverordening afgekondigd of aangenomen door de Europese Unie. Die maakt dat je onderzoek moet doen en je moet documenteren dat voorwerp een goede herkomst heeft. En er is nog een ander verdrag, ik heb niet zo lang meer, dan is er een andere ontwikkeling, ga ik niet helemaal doorlopen, maar dat
dat noem ik de humanization van het culturele erfgoedrecht. Het gaat steeds meer krijgen trekken van mensenrechten. Dus dat heeft betrekking op de perceptie van cultureel erfgoed. Om even wat te citeren, cultureel erfgoed is een belangrijk element van de culturele identiteit van gemeenschappen en groepen mensen en van sociale cohesie. De focus ligt op de sociale functie van kunstvoorwerpen. En wie zijn dan rechthebbenden? Nou, dat is dus niet de eigenaar volgens privaatrecht, maar daar hebben ze het over een erfgoedgemeenschap bijvoorbeeld. En wat zijn dan de rechten waar je het over hebt? Nou, de rechten, dan zit je op het gebied van culturele rechten. Het recht op toegang tot cultuur is inmiddels, kan je zeggen, is onderdeel geworden van het recht op cultuur uit bindende mensenrechten verdragen. Nou, al met al heb ik bedacht dat je dan dus eigenlijk naast een eigendomstitel ook van een erfgoedtitel kan spreken. En wat is dat dan? Nou, een erfgoedtitel die is gebaseerd op op die mensenrechten, op die ontwikkelingen die je ziet van het recht. En die is de elementen daarvan is een voortdurende culturele band tussen een voorwerp en mensen. He, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat iets familiebezit was of een familieportret. Maar dat kan ook zijn omdat het heilig is. De rechten waar het om gaat, is niet absoluut eigendomsrecht. Maar het recht op toegang, controle en billijke oplossingen bijvoorbeeld voor eigendomskwestie. Het heeft als voordeel dat je categoriseert, dus een voorwerp waarin menselijke resten zijn verwerkt. En dat zie je heel vaak hè, in etnologische musea. Dat weegt veel zwaarder, of een religieus voorwerp, dan een voorwerp gemaakt voor de handel. Nou, dat in tegenstelling tot de eigendomstitel. Concluderend, gezien de toename van zaken, zou ik zeggen dat er instrumenten nodig zijn om op het gebied van omstreden erfgoed tot oplossingen te komen, om dat beter te reguleren. En misschien dat ik heel kort mag afsluiten met het vermelden dat die in de Chinese Boeddha-zaak een hele interessante ontwikkeling is, dat er nu ook in China een rechtszaak is begonnen. En daar is eigenlijk ook al een uitspraak geweest. En wat zegt China? De Chinese rechter zegt, nou, het is helemaal niet het Nederlandse eigendomsrecht wat hier van toepassing is. Het is het Chinese recht. En onder het Chinese recht zijn deze voorwerpen onvervreemdbaar eigendom. Behoren ze toe aan die gemeenschap. Met andere woorden, die eigendom is nooit overgegaan. Nou, zo heb je dus die twee systemen tegenover elkaar. Maar ik denk dat het wel een ontwikkeling is, die je verder ook ziet, dat het recht van het herkomstland waar iets vandaan komt, steeds belangrijker wordt. Nou, dan krijg je een hele andere kwestie. Bedankt voor de aandacht. Dankjewel, Evelien Kampens, voor je mooie verhaal. En dan zijn we bijna toe aan onze vragenvuur, zowel vanuit jullie hier in de zaal en jullie ook die in de livestream. Ik heb gezien dat er een hele stapel aan vragen. Maar we gaan even 5 minuten pauzeren. Je mag even je benen strekken of naar het kleine huisje, ook thuis natuurlijk. Pak even wat te drinken. En hier in de zaal is ook wat drinken aanwezig. Tot over 5 minuten.
En we zijn weer live hier vanuit het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, waar wij in onze Kleveringa bijeenkomst zitten. 2022, leuk dat jullie allemaal nog er zijn, ook in de zaal en ook in de livestream. Tijd, hoog tijd voor het vragenvuur. Is er al iemand in de zaal die heel erg zit te popelen om een vraag te stellen aan een van onze twee sprekers? Dan kom ik gelijk naar je toe. En anders heb ik nog... Ja, heel goed. En als ik naar je toe kom, zeg dan ook heel even wie je bent. En ik hou de microfoon voor je vast. Ook even voor de duidelijkheid. Mijn naam is Jaap van Laar. Ik heb een vraag eigenlijk aan beide sprekers. Volgens mij hoor ik als thema een beetje might is right. Dus mijn vraag is in jullie respectievelijke vakgebied. Hoe ontwikkelt zich de politieke ontwikkelingen in jullie vakgebied? Dus er is nu een verschuiving naar Azië gaande qua macht. En heeft dat impact op jullie respectievelijke onderwerp? Dat is een hele brede vraag. Dus de macht verschuift naar Azië. The mind is right, wordt hier gezegd. Hoe kijken jullie daar tegenaan, Hilde? Even, ik heb verstaan, might is right. Ne? Macht is recht, om het zo maar te zeggen. Degene die macht heeft, die mag zeggen wat er gaat gebeuren. Heeft Hilde dat goed begrepen? Of hoe was jouw Engels? Als ik Obama me kan herinneren, had hij het over might is right. Might is right. Ja. Macht is... Heeft gelijk. Hilde. Ja, is natuurlijk enorm breed. Ik denk binnen de internationale betrekkingen, wetenschappelijk gezien, ook heel veel onderzoek op dit moment over wat nou de verhoudingen zijn tussen China, wat de machtsverhouding is van een opkomend China, India en de BRICS. Dus dan krijg je Brazilië en Zuid-Afrika zit er vaak ook nog bij, worden er mee gerekend. Rusland zit erbij, de R. Is absoluut niet mijn vakgebied. Kijk ik zelf niet naar. Wordt heel veel naar gedaan. Wat ik daar persoonlijk heel interessant aan vind, is dat het eigenlijk sinds... Sinds het begin van de 2000 wordt er veel over gezegd. Dus the rise of China is een gigantisch thema. Op dit moment ook heel veel onderzoek naar de teloorgang van de liberale wereldorde. Dus dat op regels gebaseerde systeem, wat ik ook in mijn reden aanhaalde, waarvan ik zei dat Nederland dat blijkbaar zo belangrijk vindt, in ieder geval van deze toespraak van Rutte. Er wordt zeker wel gezegd dat China op dit moment aan macht toeneemt. Maar merk je dat ook in de narratieven? Hè? Dat is denk ik ook wat in de vraag wordt bedoeld. Dat het narratief dat China heeft ook sterker impact heeft. Meer, gewicht in de schaal legt. Ja, absoluut. En ik denk dat je in zoverre dat er natuurlijk heel veel over gesproken wordt. Wat dan natuurlijk interessant maakt om na te gaan van hoeveel is hier nu waar? Hoeveel zien we hier daadwerkelijk verschuivingen? En wat zien we dat China doet? En China verlegt op dit moment ook, want dat is het hele idee van het op regels gebaseerde internationale systeem. Wat ze vaak proberen is de focus verleggen van de bestaande instituties op andere instituties, op nieuwe instituties. Dus ze richten hun eigen wereldbank op. Ja, zijn ze het niet eens met de regels van de ene instituut, of richten ze een eigen ander instituut op om daarmee dus te proberen zelf de regels vorm te kunnen geven. Ja. Dus het is absoluut een enorm thema. Er gebeurt heel veel op dit en dat moment. Was een brede vraag, ook voor jou, Evelien. Zie jij dat nou ook? Je hebt dat Boeddha-voorbeeld genoemd. Betekent dat ook, als ik ook de vragensteller goed beluister, maar China heeft ook meer in de melk te brokkelen als het gaat om hoe je naar zoiets moet kijken? Ja, ik moet aan twee dingen denken. Het is zeker zo dat er natuurlijk landen zijn die veel langer het slachtoffer zijn geweest van roof. Dat is China. Daar is ook het oude Zomerpaleis bijvoorbeeld leeggeplunderd in de koloniale tijd. Turkije, India, Nepal. En die landen die roeren zich enorm op dit vlak, op mijn vlak, zeg maar. Hè? Dus die zijn enorm. In China is er een heel instituut ingesteld voor roofkunstkwesties, waarbij met name koloniale roofkunst dus ook wordt teruggeëist eigenlijk, of daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Dus dat zie je, die verschuiving zie je. Turkije. Het is belangrijk in die landen dat er aandacht voor is, maar betekent het ook, dat het machts... monopolie, of ik het zo mag noemen, daar meer ligt, dat het ook meer serieus wordt genomen? Nou ja, het is, om een voorbeeld te geven, op een gegeven moment werd er door, ik geloof Sotheby's was dit, een van de zodiacbeelden die uit het Zomerpaleis waren geroofd, werd daar aangeboden. En daar is enorm protest tegen aangetekend. En dat is toen uiteindelijk teruggegeven
via bemiddeling, geloof ik, van Sotheby's. En vervolgens mag Sotheby's of Christie's, ik weet even niet meer wie van de twee het was, maar daar als eerste een veilinghuis vestigen in China. Nou, om maar een voorbeeld te noemen, dat natuurlijk speelt dat allemaal een rol. Aan de andere kant moet ik denken aan het feit dat China, wij in het Westen zijn natuurlijk heel erg individuele eigendomsrechten, individuele mensenrechten. In China hebben ze daar zijn ze veel meer van het collectief bijvoorbeeld. Hè? En je ziet daar dus ja, misschien wel een verschuiving, denk ik. Inderdaad, die monopolie van het Europese model van individuele eigendomsrechten, dat is misschien wel een beetje aan het veranderen, ja. Kun je nagaan. Andere vraag in de zaal. Leef je uit. Nou, wat geweldig. Eline, je hebt een vraag. Hallo. Ik heb een vraag over vooral de roofkunst. In videogames en bijvoorbeeld films is roofkunst echt een thema waar je bijvoorbeeld punten mee kan verdienen. Waarom is en of blijft roofkunst zo'n populair thema? Vind je dat eigenlijk raar dat dat zo is in zo'n videogame? Dat je eigenlijk, zal ik maar zeggen, illegaal gedrag, soort van goed praat een beetje op die manier? Het gebeurt wel vaker in videogames. Ik denk dat dat meer onder de jongeren ligt. Ja, maar hoe komt dat eigenlijk, dat dat zo in de aandacht staat? Wie van jullie kan dat beantwoorden voor Eline? Nou, ik waarschijnlijk, gezien het over roofkunst gaat. Tenminste, je mag het ook proberen hoor. Want je kan daar heel veel dingen op zeggen. Ik neem aan dat je punten behaalt door die roofkunst terug te krijgen, hè? Of om het te roven. Door het te roven. Oh, serieus? Dat is eigenlijk een hele andere versie dan ik ken uit de populaire cultuur. Zoals in de Black Panther. Maar in heel veel andere films van die blockbusters zie je dat het als thema komt, terugroven. Dus in de Black Panther bijvoorbeeld, echt zo'n, ik had hem zelf eigenlijk niet gezien om heel eerlijk te zijn, maar komt er een scène voor waarin de anti-hero dan een voorwerp terug gaat roven uit het Museum of Great Britain, naar het British Museum natuurlijk. En die zegt dan tegen de directeur van, I will take it off your hands. En die rooft het dan terug. Jullie hebben het ook geroofd, wij roven terug. En zo zijn er ook films van Jackie Chan, de Chinese blockbuster. Hè, dus in de populaire cultuur zie je dat een enorme, een populair thema is. Hij vast te maken met multiculturele samenleving, waar liggen mijn roots, kwestie van identiteit, enzovoort, enzovoort. Het speelt tot de verbeelding. Dus je begrijpt eigenlijk niet dat het dus positief gelabeld wordt, het roven van kunst in die videogames, wat Eline beschrijft. Nou ja, misschien dat het altijd leuk is om de boef te zijn ook, natuurlijk, maar ik ken het op een andere manier. Meer dat je de held wil zijn om het terug te roven. Ja, precies. En dan met name koloniale roken. Maar hier is nog een vraag. Zeg ook even wie jij bent, alsjeblieft. Ja. Hou de microfoon voor je vast. Oké. Ik ben Annemar Tielens en ik heb een vraag voor Hilde. Die gaat dat komt heel goed uit. Ja, precies. Hilde heeft even niks gezegd. Het gaat over de narratieven. Ik vond het een heel interessant verhaal. En ik denk dan direct verder. Je hebt natuurlijk voor een narratief ook een publiek nodig. In hoeverre doen jullie onderzoek naar of die verhalen ook beklijven bij een bevolking? Want dat zou ook iets kunnen zeggen voor het draagvlak van degene die zendt. Ik doe daar persoonlijk, dus dan ga je meer kijken naar bevolkingsonderzoek. Dat wordt absoluut gedaan. Maar hoe ik dat persoonlijk aanpak is anders in die zin dat ik kijk hoe vaak een bepaald narratief opnieuw uitgesproken wordt. En door hoeveel andere actoren. Dus als je niet alleen kijkt naar een speech van Mark Rutte, maar vervolgens kijkt naar de opiniepagina's in kranten, wordt zo'n narratief nog een keer herhaald? Zitten we vervolgens aan een talkshow aan de tafel in een talkshow? Hoe wordt dat dan verteld? Wordt het verhaal nog een keer verteld? Krijg je daar een ander perspectief? Wordt het in twijfel getrokken? Wordt het positief herhaald? Hoe wordt het ontvangen? Dus het zit er altijd wel in. Maar altijd voor in ieder geval in mijn opzicht door te kijken naar hoe dan die andere mensen hun eigen verhaal vertellen of aanpassen. Mm-hmm. En het is op zich, wat ik daarin interessant is ook verandering in die narratieven. Dus over tijd te kijken hoe je heel langzaam een kleine perspectiefwissel in zo'n narratief kan zien, waardoor het in één keer net een iets andere wending krijgt. En zo'n nieuw narratief kan dan dominant worden, waar je op een gegeven moment moet zeggen, wel vroeger zeiden we dit, tegenwoordig zeggen we dit, dus eigenlijk zijn we daar tot op zekere hoogte veranderd. En dat zie je dan door continu weer van verschillende mensen te kijken hoe ze dingen benaderen en hoe dingen gezegd worden. Dus het is niet zozeer bevolkingsonderzoek, maar in hoeverre die narratieven dus weerklank vinden en herhaald worden. Ja, hoe het gaat veranderen door zo'n narratief. Hey, er is een vraag van jullie binnengekomen van de livestream. Hartstikke bedankt daarvoor. Dat is een vraag aan jou, Evelien. En de luidt, waarom zijn we zo anders gaan denken over roofkunst uit de voormalige koloniën?
Ja, voor ons komt het natuurlijk heel opeens. Hè? En dat is gekomen door een speech. Dat was echt de game changer van president Macron in 2018, als ik het wel heb. Die in 2018 een speech heeft gegeven ik weet niet meer precies welke stad, in Afrika ergens. En hij heeft gezegd, het is niet langer acceptabel dat 90% van de Afrikaanse kunst in westerse collecties is. En het is niet acceptabel dat Afrikaanse kinderen niet met hun eigen cultureel erfgoed kunnen opgroeien. Dus dat ga ik veranderen en ik ga een beleid ontwikkelen om dingen terug te geven. Dus het maakt niet uit hoe het is verdwenen, maar ik vind het niet meer acceptabel dat ze geen recht tot hun eigen cultuur hoe hebben. Hoe komt het dat veranderd is? Dat is eigenlijk de vraag. Het is toch altijd roofkunst, zegt de vraagsteller. Nou, volgens mij ging de vraag over koloniale roofkunst, hoe dat opeens hier is veranderd. Ik denk dat dit de directe aanleiding was. Voor het overige is dit een thema sinds altijd al. Alleen hebben wij daar sinds de decolonisatie in het westerse landen, er zijn er meer dan 20 VN-algemene vergadering resoluties aangenomen, elke 2 jaar dezelfde, die sinds de periode van de decolonisatie hebben gezegd, het is heel belangrijk om kunstvoorwerpen die een identiteit symboliseren, en dan ging het over die koloniale roofkunst natuurlijk terug te geven. Alleen westerse landen hebben dat nooit gedaan en die hebben het narratief. Maar waarom is dat verschoven dan bij westerse landen? Door Macron. En heel lang is gezegd van wij hebben het universele museum, onze westerse musea, daar komen dit soort voorwerpen het beste tot hun recht. Dus de luchtvochtigheid wordt goed gecontroleerd. Ook dat, precies. Veel echte nadruk op op het object zelf en op de brede toegankelijkheid hier dan ook natuurlijk. Nou, dat is heel lang is dat de argumentatie geweest. En dat is in 2017, ik denk dat is doorbroken. Maar de claims werden ook steeds meer. Natuurlijk, nazi-roofkunst, denk ik, dat een belangrijke voorbode is geweest. Dat zijn ook verjaarde claims. En daar werd ook een mogelijkheid voor gemaakt om alsnog dat recht te zetten. Ja, Hilde, jij wilde reageren? Ja, ik vind het interessant dat je zegt dat het begint met een toespraak van Macron. Dat betekent, het begint met een verhaal. En ik zou zelfs verder willen gaan dat voor Macron, om dat verhaal te kunnen vertellen, dat er dus waarschijnlijk al langer in Frankrijk, in dit geval even, een tegennarratief bestond. Er was in eerste instantie een dominant narratief, deze kunst is nu van ons, dit begrijpen, dit doen we al jaren zo, hoe je dat ook wil beargumenteren en rechtvaardigen. En op een gegeven moment zie je in Nederland natuurlijk ook, dat er tegennarratieven komen. Er komt een tegendiscours die zegt van, nee jongens, het is leuk dat we dat altijd zo gedaan hebben, maar dat zegt niet dat we dat in de toekomst zo moeten blijven doen. Dat wat we gedaan hebben is niet per se het juiste om te doen. En wat je dan ziet is dat dus in zo'n speech, een toespraak van Macron, voor het eerst publiekelijk door een belangrijk persoon wordt uitgesproken dat we wellicht onze politiek zouden moeten aanpassen en dat het niet meer van deze tijd is. Maar in dus mijn optiek, Macron dat zegt, gaan dingen verschuiven en dat kun je moeilijk meten, maar het is wel het feit dat op een gegeven moment het is verschoven. We hebben een volgende vraag van jullie, van de luistering, die is aan Hilde gesteld. Hoe vermijd je, ik denk dat we dat ook in de zaal ons heel goed kunnen voorstellen, hoe vermijd je als leek dat je nou misleid wordt door een narratief? Jij bent docent aan de Universiteit Leiden, jij weet dat. Ik denk dat we hier bijna een psychologiedocent voor nodig zouden moeten hebben. Maar een narratief, ik heb me dat ook zitten afvragen, dat is dus wat anders dan de waarheid. Dat is absoluut. Ja, sterker nog, als je hier heel ver in zou gaan en dan ga je dus diep in de narratologie, kan je je de vraag gaan stellen, wat is dan de waarheid en komen wij überhaupt ooit tot de waarheid? En ik wil nu niet zo ver gaan dat er geen waarheid bestaat, maar het betekent wel dat alle verhalen die wij vertellen altijd een interpretatie is. Maar hoe voorkom je als leek dat je erin trapt, als het ware, in een narratief? We trappen allemaal in een narratief. Jij en ik zitten ook in een narratief en wij vinden alleen ons narratief de waarheid. En dat is dan het interessante, het is een breed gedragen narratief. Maar heb je een tip voor degene die een narratief voor zich krijgt? Wat doe je dan? Ja, dit is zo lastig. Je komt bijna in die... Ik heb lang in Duitsland gewoond. Ik wil nu het woord verschwörungstheorie gebruiken. Wat is het Nederlandse woord daarvoor? Nu kom ik zelfs niet op het Engels. Verschwörungstheorie? Iemand met Duitse achtergrond? Jullie hebben allemaal aan de universiteit gestudeerd. Ik vind hem heel mooi klinken. Duitse talenkennis hier aanwezig zijn.
Ja, en hoe heette die nou, die misleidende, zeg maar nu, de hele... Nee, nou kom op. De theorie dat reptielen op dit moment de wereld regeren. Complotdenken, complottheorieën, verschwörungstheorieën, complottheorie, daar zijn we. Dat zijn natuurlijk ook narratieven. Dat zijn verhalen die een bepaald perspectief bieden, die allemaal identiteit geven aan mensen, die relaties hebben. Maar wat de gekte vergeeft, is dat het eigenlijk? Zo van nou, ik bedoel, ergens denk je van nou, wie gelooft er nou serieus dat een reptiel de wereld aan het leiden is? Maar ja, geen het idee. Wordt gezegd. Ja, nee, dus en het interessante is juist dat er veel ook mensen zijn die zeggen, nu ga ik kritisch nadenken. Hè? Ik ga kritisch reflecteren op datgene wat ons als waarheid wordt voorgeschoteld en dan vervolgens bij dit soort theorieën uitkomen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik dit echt naar mijn psychologie-collega's door moet geven. Ik zou niet weten hoe we ons tegen kunnen weren. Oh, ik ga even kijken in de zaal. Ja, ik zie twee mensen in ieder geval die wat willen zeggen. Ik begin bij jou hierachter. Zeg ook even wie jij bent, alsjeblieft. Ja. Dag, ik ben Claudia. Nee, ik wil eigenlijk even inhaken op die discussie. Dat bij een narratief heb je natuurlijk feiten en een interpretatie. En als je dus wil weten van, oh, ik hoor nu een narratief en is dit waar? Dan lijkt me heel verstandig om eerst onderzoek te doen naar de onderliggende feiten. En ook naar meerdere perspectieven te kijken die een interpretatie van die feiten geven. Ja, precies. Geven. Je zou dus eigenlijk moeten afpellen. Je moet afpellen, maar je moet nooit onderschatten dat... We kiezen uiteindelijk altijd wel voor dat narratief wat het beste bij ons eigen gevoel ligt. Want interpretatie is een gevoel, is een emotie. Waar je uiteindelijk, ook de complotdenkers, ze geloven dat het zo is. Ja. Ze zijn helemaal niet op zoek naar feiten, maar het ligt heel dicht. Dus ik denk dat dat het mooie is van een narratief. Dat je mag best een narratief hebben en iedereen heeft zijn eigen narratief. Maar je moet wel heel goed realiseren dat het gaat om een interpretatie. Maar is dat, klopt dat? Hè? Moet je het als het ware afpeilen, wat Claudia zegt? Is dat een premisse voordat je iets met een narratief kunt? Nee, in zoverre dat... We baseren onze narratieven vaak allemaal op feiten. Maar het punt is dat we best wel dezelfde waarneming kunnen hebben en daar alsnog een heel ander verhaal over vertellen. En dat betekent dat die feiten, de harde feiten van de wereld, zonder interpretatie... geen houvast bieden. We kunnen zonder interpretatie geen feit bekijken. En dat maakt het dan ook zo verschrikkelijk lastig. En dat is, je krijgt dan ook in waar ik mee bezig ben, hoor je dan wel even, ja, maar nu zeg je dat er helemaal geen waarheid meer is, dat feiten niet bestaan en voor je het weet bestaat de aarde niet meer en het zit het allemaal alleen maar in onze verhalen. Nee, zo verder wil ik helemaal niet gaan. Maar het nadeel is wel dat wij als mensen functioneren over onze interpretatie. Dus je kan me wel, we kunnen zeggen, moet je de feiten bekijken? Maar vervolgens ga je dan wel zeggen wat jij in die feiten ziet. Je moet die feiten uit gaan leggen. Er is altijd een perspectief. Er is altijd een eye of the beholder, geloof ik dat je zegt. Nietzsche, hè? Ja. Nou, we gaan naar de volgende vraag. Wat wil jij zeggen, Frederik? Ja, je bent zo aan de beurt. Want hier was eerst iemand die... Wie had de hand opgestoken? Ja, jij hebt toch? En ik hou me even vast. We hadden het over een mogelijk kwetsbaar narratief voor mensen. Wat je er tegen zou kunnen doen. Ik denk dat referentiekader voor mensen die een goede achtergrond hebben, die ook goede posities hebben, ook kunnen bijdragen om je mogelijk te beschermen tegen narratieven die je beschadigen. Waarom? Omdat mensen vanuit een goed referentiekader vaak ook positieve narratieven vanuit hun identiteit met zich meebrengen. En je daarmee kunnen voorkomen dat er narratieven worden uitgesproken die je kwetsbaarder zou kunnen maken. Dus je bedoelt dat die mensen die dat zeg maar goed doorhebben, die moeten andere mensen daarmee helpen om zeg maar goed naar de feiten te kijken. Ja, en dan de achterliggende variabelen zijn dan identiteit, opleiding, zijn ze goed bij de tijd, hebben ze goed gelezen enzovoort. En ik denk dat je de sterkte van hun narratieven beïnvloedt, waardoor je vervolgens daarmee ook weer sterker staat. En je daarmee kwetsbaarheid kunt voorkomen. Ja, je moet echt met verstand van zaken als het ware spreken. Dan heb je zeg maar gezaghebbender narratief. Maar toch, en zou ik daar willen zeggen dat ook een dokterstitel, en dat bewijst Nederland op dit moment, daar absoluut geen garantie op geeft, laat ik het zo zeggen. En daar kan ik meerdere doktoren hier aanhalen in het Nederlands debat. Dus dat is een moeilijke... is geen graadmeter, helaas. Ja. Oké. Okay. Hey, ik ga naar jou, Frederik. Je hebt ook een vraag. Ik wilde even vragen. Stel dat in een bezet gebied de taal wordt verboden. Net als dat we nu ook net in Oekraïne hebben gezien. Is dat dan cultuurroof? Of zien jullie dat als een narratief invloeden? Dan gaan we eerst aan Evelien vragen.
Een taal wordt verboden in een bepaald gebied. Laten we zeggen, hè, Rusland die verbiedt dat er Oekraïens wordt gesproken in de bezette gebieden daar. Is dat nou een narratief of is dat cultuurroof? Dat is de vraag. Dat is een schending. In ieder geval van cultureel erfgoed van de Oekraïners. Immaterieel erfgoed. Taal is immaterieel erfgoed, dus dat is een schending van mensenrechten. Dat is een recht. Roof, weet ik niet of je dat woord kan gebruiken, maar het is in ieder geval een schending van immaterieel erfgoed. De bescherming van immaterieel erfgoed, een taal, vereist dat je dat moet beschermen, dus dat wij daar tegen moeten optreden dan. Ja. En hoe zit het op het collectief narratief? Ik vind het een briljante vraag. Ook in die zin dat het deze twee samenbrengt op een manier waar ik zelf niet aan gedacht zou hebben. Heel interessant, omdat natuurlijk narratieven erg taalafhankelijk zijn. Dus alles wat wij kunnen zeggen, wat we tot uitdruk kunnen brengen, is afhankelijk van onze taal, van ons eigen begrip van de taal en ook van historische betekenissen die in zo'n taal besloten liggen. Dus op het moment dat je iemands taal wegneemt, die kun je natuurlijk nooit echt roven. Maar op het moment dat je zegt van bepaalde dingen mogen niet meer gezegd worden of mogen op deze, niet meer, in deze manier niet meer gezegd worden, dan neem je ook dat wegje een stukje geschiedenis weg. Dat is bijna, je hebt Orwell geciteerd zojuist. En dit is Orwellian newspeak, waarbij je op een gegeven moment zegt van we gaan deze woorden aan de taal onttrekken en het daardoor onmogelijk maken om bepaalde dingen tot uitdruk te brengen, in dit geval dus protest. Maar dat kennen we ook in de huidige taal. Er zijn toch bepaalde woorden, het N-woord mag niet meer gebruikt worden. Weet je, daar moet je echt vreselijk voorzichtig mee zijn. Ja, maar dit is, en hier zou ik willen zeggen, dat komt dus omdat er op een gegeven moment een tegennarratief was van mensen die zwart zijn, die zeggen van, maar jongens, ik wil simpelweg niet dat jij mij zo noemt. Nee. En dan kunnen we alle collectief zeggen, ja, maar we gaan je gezellig en publiek kwetsen. Of we zeggen van, nou ja, goed, als die mensen zelf zeggen, ik wil niet meer zo worden genoemd, waarom zou ik dat dan doen? Ja. Dus denk ik, het is een lastig voorbeeld om hier gelijk te misschien zeggen. Dat je ook moet erkennen dat erfgoed en ook een taal een levend construct is. Hè? Dus we passen ons aan een nieuwe situatie en daar onze normen veranderen daarover. Een taal zou ook niet verder kunnen bestaan als die zich niet zou aanpassen, als die niet zou veranderen. Nee. Hey, we hebben nog twee vragen voor jullie uit de online streaming en waar je ook maar zit in de wereld. Leuk dat je erbij bent. Eerste vraag is voor jou, Evelien. Moeten we niet de term nationaal erfgoed veranderen of zelfs helemaal loslaten? Want grenzen veranderen ook. Is dat niet een achterhaalde term? Ja. Nou, ik vind het wel een gevaarlijke term. De gedachte erachter, de bedoeling van dat nationale erfgoed en dat we dat hebben ingesteld, dat heeft te maken met het 1970 UNESCO-verdrag, was het idee van, als alles wat je op je grondgebied wordt gevonden, dat bestempel je dan tot nationaal erfgoed of belangrijk, wat je zelf, hè, dat moeten dan staten zelf bedenken, of gemeenschappen. En dat om een beheerder aan te wijzen. Dus jij als staat bent de custodian, dus de beheerder van dat erfgoed. Je moet zorgen dat dat. Maar dat betekent niet per se dat je dan ook de eigenaar bent daarvan. Mm-hmm. En ik denk dat in het debat nu rond koloniale roofkunst, maar meer in het algemeen, hè, van we moeten niet terug willen naar een situatie toe willen waar alles terug wordt gestuurd naar het land van herkomst. Het gevaar, vind ik, is dat het inderdaad een bepaald nationalisme aanwakkert. Dus ik ben veel meer voor het mensenrechtenmodel waarbij je gemeenschappen, erfgoedgemeenschappen Maar waar bekijkt. Gaat het jou dan om? Dat het zeg maar bezichtigbaar is en toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen? Er zijn allerlei belangen. Er zijn allerlei belangen. Er is niet één belang. Dus zeg maar toegankelijkheid, het beheer, maar ook de toegankelijke algemeen belang, hè, algemeen publiek belang, dat is ook een belang. Maar er is ook natuurlijk een belang, er zijn sommige gemeenschappen, als een voorwerp religieus belang is, dan is het voor een specifieke groep mensen misschien iets meer belang dat het in ieder geval daar is. Dan is of het toegankelijk. Eerder reden om het terug te sturen naar Of dat ze er in ieder geval controle over hebben. Ja, ja. Over het recht van toegang. Ja, precies. Een vraag voor Hilde vanuit jullie van de livestream. Zijn er ook narratieven uit het verleden die we nu zouden moeten aanpassen of veranderen? want onze geschiedenis en onze identiteit verandert. Hè? Zijn er
oude narratieven die we eigenlijk weg moeten doen? Dat is natuurlijk een enorm normatieve vraag. Of ik persoonlijk vind of we bepaalde narratieven weg zouden moeten doen. Ik ga die vraag anders beantwoorden. Dat is namelijk het feit dat we zien dat we simpelweg continu bepaalde narratieven altijd veranderen. Want elke keer als je hem uitspreekt, zeg je hem net iets anders en leg je de nadruk merk ergens anders en daarmee verandert het automatisch. Dus of ik nou vind dat we bepaalde narratieven moeten veranderen of niet, zullen we zien dat narratieven altijd aan verandering onderhevig zijn. Maar Sinterklaas is een narratief wat heel erg veranderd is de afgelopen tijd. Nou ja, voilà. Ik heb zelf het Sinterklaasjournaal niet gezien, maar volgens mij zijn de pieten in het water gevallen en er allemaal wit uitgekomen. Persoonlijk vind ik het een vrij goede oplossing. En als dit nou het narratief kan veranderen, dan zou ik daar niks op tegen. Maar ik denk dat, en dat is waarschijnlijk zo'n ding wat je nu ziet als het gaat om politieke clashes, dat mensen doen alsof er verplichting is om in één keer iets niet meer te mogen zeggen. Of in één keer een narratief aan te moeten passen. Nee, maar dat is een maatschappelijke beweging. Er zijn narratieven, er zijn dominante narratieven en die worden elke keer weer in twijfel getrokken, in vraag gesteld en op een gegeven moment past zo'n narratief zich aan. Dat is een dynamisch geheel. En je komt tot een nieuw dominant begrip van de zelf en daarmee gaan we dan voorwaarts. Hey, ik geef jullie nu de laatste kans, beste mensen. Jullie zijn helemaal naar Beeldhoven gekomen. Of misschien woon je hier wel om de hoek, hoor. Dan is het helemaal niet zo ver weg. Maar wie wil er nou nog wat vragen aan Hilde of Evelien? Nu kan het. Yes. Nog iemand anders? Wie ben jij? Dirk Wiersma. Zit er niet veel opportunisme in het aanhangen van bepaalde narratieven? Dat mensen daar gewoon een belang in hebben en dat het dus niet zo'n zuivere zaak is. Het is eigenlijk altijd een politiek instrument van die hand. Ja. Maar dan zijn we het ook weer over. Heeft iets opportunistisch dan? Nee, precies. Ja. Absoluut. Ja, absoluut. Het hoeft niet elk narratief. Er zijn echt wel veel narratieven waar mensen daadwerkelijk oprecht in geloven en daarom vertellen. Maar er was onlangs nog, dan zijn we weer terug bij die complottheorieën, in Amerika een grote staak tegen een van die grote complotvertellers. En daar zie je, die man heeft miljarden gemaakt met zijn complottheorieën en het verkopen van mokken en t-shirts en dergelijke en allerlei merchandise en wat er ook op stond. Dus ja, er zullen absoluut veel opportunisten bij zitten die enkel omwille van persoonlijk gewin een bepaald verhaal hoog houden. Ja, maar dan ben ik ook weer, toch Dirk, alsof je iets zou moeten kunnen doorprikken als leek weer, hè, of zo, toch? Ja, dat wordt natuurlijk wel regelmatig gedaan, denk ik ook. Dat men het aanvecht. Ja, ja. Zeker. Ja, klopt. Nog een laatste vraag, beste mensen. Anders gaan we aan de borrel die jullie volgens mij ontzettend hebben verdiend. In ieder geval hier in de zaal. En jullie thuis uiteraard ook. Geef Hilde en Evelien een groot applaus, dames en heren. En voordat het echt zover is met de borrel, wil ik graag de mensen achter de schermen hier naar voren halen. Namelijk het comité, het Kleveringa-comité Utrecht-Amersfoort. Bestaande uit en geef ze een applaus hoor. Frederike Dijkman, Ingrid Sikkeler en Alexander Bruning. En afwezig vanavond, maar desondanks hier aanwezig, Adrienne Hoevers, dames en heren. En jullie hebben nog een famous last word. Gaat dat de dames of de heren? De dames vroegen mij of ik nog een laatste woord wil spreken tot jullie. Allereerst onze sprekers ontzettend bedankt voor gewoon een hele leuke, maar ook inspirerende en boeiende avond. Wij willen jullie graag een cadeautje aanbieden. En met name voor natuurlijk ook de fantastische samenwerking tussen jullie bij het tweede gedeelte. Wat echt, wij geloven heel erg in Utrecht, Amersfoort, om sprekers ook met elkaar in debat te laten gaan. En kijken waar ze elkaar aanvullen en waar de verschillen liggen. En dat vinden we een leuk concept. En dat helemaal vanavond live en thuis online. Is natuurlijk geweldig dat het allemaal zo kan. Ze zijn wel dankbaar voor. Jullie beiden hartelijk dank. Stefan. Ja. Applausje graag. Stefan, je hebt alles fantastisch aan elkaar gepraat met veel schwung. Wat echt nog een soort extra laagje op de avond heeft gelegd. Dank je wel daarvoor ook. Dank je wel. Wij waren erg blij dat u allemaal hier naartoe bent gekomen, live met ons. We willen u graag nog spreken, maar ook graag volgend jaar weer terugzien. En een jaar daarna natuurlijk, en een jaar daarna. Van harte welkom. Ook alle kijkers thuis. Fantastisch dat u allemaal meegedaan heeft. Ook volgend jaar online, offline, altijd weer welkom. Wij gaan nu afronden. Wij zien u graag volgend jaar weer, zoals ik al zei. En we gaan de livestream nu beëindigen. Met een laatste groet aan iedereen thuis. Wel, trusten voor straks. Dank jullie wel allemaal.
En voor de mensen hier in het Nieuwe Lyceum in Beeldhoven, nodig jullie van harte uit voor de borrel. En ook thuis, neem er een glaasje op. Tot volgend jaar.